In New York, daar slapen tientallen mensen al een week lang vrijwillig op straat. En niet uit protest, nee. Ze willen de eerste ter wereld zijn die de iPhone in handen krijgen. Volgens de maker Apple... We zagen ze net, nee. Volgens de maker Apple, heel flauw... is de iPhone de meest vernieuwende mobiele telefoon ooit. Over dik 5,5 uur, dan pas begint het te verkopen. Nou, ik vraag me dan toch af, zijn alleen die Amerikanen nou zo gek, hè? Nee, dat blijkt dus, want de spanning omtrent het nieuwe toestel in Nederland is net zo groot. Ook al moeten we nog maanden wachten en niet alleen mannen staan te trappelen. Hier zit een heel klein toetsenbordje op, maar hier is een toestel wat net iets grotere heeft. Met 20 mobiele telefoons, evenveel handheld computers, een stuk of 10 laptops, een serie mp3-spelers en spelcomputers, realiseert Gonnie van der Zwaar zich dat ze toch een beetje anders is dan de meeste vrouwen. Ik weet het niet. Dus ik denk, andere vrouwen hebben zoiets met make-up of met handtassen of met schoenen. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb het juist met gadget. Alsof ze nog niet genoeg mobieltjes had. Apple's iPhone staat zo hoog op haar wensenlijstje dat ze een speciale website gestart is om ook de rest van het land te voorzien van alle nieuwtjes. Het is natuurlijk een ontzettend sexy apparaat. Het is een ding wat je wilt hebben. In New York zitten mensen echt al dagen voor in de rij. Like 9 months ago when I heard rumor the iPhone was coming out, I decided I was going to wait in line. It's something I really wanted. It was worth it. This is going to be like going down in the history of all cell phones. This is going to be like a big momentum, a big change in cell phones. Het toestel is een telefoon, een iPod en een internet-PC in één. Meest opmerkelijk zijn de vormgeving en de software. Er zitten geen toetsen op. Ja, ik denk dat het goed geregisseerd is door Apple. Met name het planten zeg maar, van het rumoer, van de buzz bij de juiste groep mensen. Daarna doet het mechanisme zijn werk. En ja, ook het geheim houden van het product, hè. Echt die geheimzinnigheid. Dat is heel goed geregisseerd. It's fun. The nights are the hardest part. Like last night was pretty tough. The rain and like it got pretty cold and the noise. Ja, dat snap ik heel goed. Jij had er zelf ook tussen willen zitten. Ja, ja. Toch besloot ze op het laatste moment, net als de rest van Europa, nog maar even te wachten. Dat was toch wel een hele moeilijke keuze, maar uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Want de Hollandse nuchterheid sloeg toch wel weer toe. Ja. Omdat er een aantal nadelen aan de iPhone zitten, waardoor je eigenlijk voor Europees gebruik is hij niet zo heel erg geschikt op dit moment. Want afgezien van de kosten, $500 plus een verplicht 2 jaar Amerikaans telefoonabonnement, werkt het ding nog niet op ons snelle telefoonnetwerk. Wij moeten wachten op een Europese versie in december. Eén iemand heeft haar slaapzak al klaar liggen.